Het beeld Leven van de Schinnische kunstenaar Henry Ritsen wordt dit weekend teruggeplaatst. Het kunstwerk werd vorig jaar voor de tweede keer gestolen. Ja, toen heb ik de kenner gebeld en, en die zag een. Ik ben er ook langs gekomen, ik heb het gezien. En nou verschillende lui, maar het ziet dat ze in de buurt niks gehoord hebben. Dus, nee, het is toch eigenlijk midden in een dorp, hè? Ja, ja. Dat ze er niks van horen. Ja, maar dat moet dan met geweld, moet dat toch gestolen worden, zo gaat. Toen kunstenaar Pierre Habets van de diefstal op de hoogte werd gebracht, besloot hij er een positieve draai aan te geven. We hebben met name de basisschool hier uit Schinnen, groep 8, hebben we erbij betrokken. Die hebben allemaal werkjes gemaakt en het idee van iets negatiefs ombuigen nog het positiefs. Hè. Dus zeg maar, wat is er gebeurd? Er wordt een beeld gestolen. We deden de gemeenschap in Schinnen en die gaan een feest organiseren. En wie kent ze dat feest nu uiting geven? Dat gaan we doen met dat alle kinderen een feestvlaggetje gemaakt hebben. En op die manier een totale bronzen feestslinger. De familie heeft het originele houten beeld, wat nog in hun familie is, beschikbaar gesteld. Daarvan hebben we een maal gemaakt, wasmodel. En het brons, wat we hier dan zien, wat dus aanstaande zondag onthuld wordt, dat is dus het originele bronzen beeld. Ja. Wat vind je ervan dat ze noemen het feest hebben georganiseerd om het beeld weer terug te plaatsen? Ja, ja. Dat is geweldig. Ja, dat is eigenlijk. Blij en trots? Ja, heel trots op mijn pap. Ja. Angst dat het beeld voor de derde keer gestolen wordt, heeft de kunstenaar niet. Als ze dadelijk met een auto tegen het beeld opriet, is het jammer voor de auto. Waarschijnlijk is de zuil gescheurd met beeldkristen niet met. En naast het Bokkenrijdersfestival kent Schinnen dit weekend dus nog een kleiner feestje. Hartverwarmend om gewoon de handen in elkaar te grijpen. Om samen met de gemeenschap, met bedrijven, met de familie Ritsen dit project op te pakken. En om dan zo weinig mogelijk geld over nodig te hebben. En dat is op een fantastische manier gelukt.